Welkom bij de Van Schijkjes. Ik ben Kimberly. En ik ben Bianca. En vandaag gaan wij wimpers opdoen. We zijn naar een winkel geweest, want ik heb niet zo heel veel wimpers. Jij wel, je hebt hele mooie, maar... En ik dacht, nou laten we eens een keer kijken of dat ik wimpers op kan zetten. Nou. Ja, en dan gebruiken we zo'n ding voor... Op YouTube hebben we al gekeken. Dan moet het heel makkelijk, dan ziet het er heel makkelijk uit. Heel voorzichtig, man. Ja. Dan zit er nog een plasticje op, denk ik. Ja. Kijk dat dan? Ja. Of je draait hem om en hier zitten de hartjes. Oh, dat zou ook. En dan haal je hem er voorzichtig af. Ja, we hebben ook lijm. Wacht even, we moeten eerst ook nog een stukje eraf knippen, zeiden ze. Ja, maar je moet de dingen toch... Eerst op lengte. Ja, maar dat moet je meten. Dan moet je eerst zo erbij halen. Dat kan jij dan mooi doen bij mij? Wat knippen? Nee. Op lengte even zetten. Even kijken. Dan kunnen we kijken. Ik krijg die dingen er überhaupt al niet af. Haal ik die van mij. Ik heb wat meer niet volgen. Ik heb gewoon voor normaal iemand. Wel oh, en ik ben niet normaal. Ja. Nou, ik heb hoe haal jij de dingen eruit? Oh, zo. Even kijken hoor. Zo. Bij jou is die gewoon goed. Ja, is die gewoon goed. Af. Ja, je moest sowieso dat hele kleine plakrandje moest eraf, hè? Ja, aan de voor- en achterkant zitten plakrandjes. Kan je dat zien zonder bril? Nee. Ga je bril halen? Nee, doe jij maar gewoon knippen. Heel klein stukje. En dan deze kant. Oh ja. Oh, nu zie ik het. Goh. Zou dat komen? Geen idee. En voordat je het opplakt, moet je natuurlijk wel mascara opdoen. Dan blijft het ook nog beter plakken. Laat me nog maar eens een keertje kijken. Ik ben bang dat ik tril. Stop! Het is niet trillen. Knak! Oh, dat is... Ah, hij blijft overal. Ja, er zit al een lijmrandje zit daar aan, hè? Hoe gaat ze je? Oké, doe jij eerst maar mascara op. Moet ik het doen? Nee, mascara wil ik zelf. Ja, nee, maar je oog. Mijn wimpers mag jij proberen. Ja, vind je dat goed? Ja, kan het proberen. Oh, ik heb het zo heet. Oké. Oh ja, de lijn. Oh, het zit wel in mijn onder. Nou, komt gewoon omdat ik het zo heet heb. Wat nou niet, ik tril. Ik tril zo, oh my god. Lukt het ook met de lijm? Moet ik de lijm vasthouden? Oh, doe jij de lijm even opendraaien anders? Moet ik het er voorzichtig op doen anders? Ik ben nog niet klaar. Wacht. Ja. Hou stil hè, niet zo dicht. Is goed zo. Doe je bril af? Dat lijkt me wel handig. Of ik moet hem snel plakken. Oh. Kijk. Het ziet er zo makkelijk uit op internet. Je neus zit in de weg. Kan je die even weghalen? Doe maar lijm op. Oh. Ja, het blijft toch niet plakken. Nee, de kat toch nog niet. Toen moet nog eerst lijm op, want anders doet hij het niet. Ah, op het einde. Hoe kan dat dat mensen dit zo makkelijk kunnen doen terwijl wij altijd alleen maar lopen pielen en mieren en doen en zo? Omdat en dat jij het sowieso lukt. Nooit doet. Je ogen open? Ja. Oh, dit is wel gaaf hoor. Hij zit vast. Maar zit die op je wimper? Hé, hey, moest even met dit toch doen? Ja, ik ga het nu eventjes goed doen, maar... Ja, want ik zie hem heel erg bij me. Oh, dat was mijn vel! Dat was geen vel! Oh my god, wel! Ik ben ook bang. Oké, als iemand tips heeft hoe je dit makkelijker kan doen dan dat wij het doen, zijn die welkom. Zit hij goed? Voel je hem zitten?
Ja, in het begin sowieso. Ik wil zeggen, ik voel hem sowieso zitten, omdat het nog niet gewend is. Maar zie je hem ook? Mam. Nee, het begint al wel een beetje te wennen. Ik denk dat deze aardig gelukt is. Ja, ik heb hem echt precies goed geknipt. Als ik nog te veel had geknipt, dan was het wegwimper. Echt. Ik heb hem echt precies geknipt. Ja. Oeh. Is het mooi? Ja, ik vind het van wel. Oké, nou. Gaan we andere proberen? Hou jij maar af? Ja. Zo waar, hè? We hebben dit al een keer eerder geprobeerd. Ja, maar toen was zij... Zij werd toen zo chagrijnig. Omdat het gewoon niet lukte. Hij zat echt steeds boven je wimper, echt eronder. Of op je wenkbrauw. Of hij bleef overal aanplakken. En echt, toen trok ze de wimper helemaal kapot. Voor de rest zit hij perfect, alleen in het hoekje. Daar zit net een stukje los. Doe maar open. Zit hij? Wat een verschil, zeg. Ze heeft een hele mooie wimper. Ze had ze van zichzelf ook al. Nou, ik vond ze wimpers echt wel mooi. Zag ze niet, maar ze zijn wel mooi. Kijk, kun jij hem weer inzoomen? Dan is dit het eindresultaat. Ik vind het geslecht. Ja, nu ik nog. Nu jij nog, ja. Oh, gaat wat worden. Want ik moet het bij mezelf opplakken. Ja. Want ik kan dat niet. Oh my god. Als stuk. Dit zijn ook erg mooie wimpers, hoor. Ja, die zijn vastgesteld wel heel mooi. Gaat leuk worden. Ja, maar je moet eerst even zo passen. Ik ga ze eerst even passen. Beetje naar beneden ook. Niet te. Perfect. Oké, wel echt op mijn wimpers. Je moet de mascara eerst opdoen. Kijk, dit is mijn wimper zonder mascara. Zo. En dan ga ik ze nu met mascara proberen. Nee. Nou, met mascara heb je al een partij wimpers. Met. Dan heeft ze dus al een hele hoop wimpers. Ik heb van mezelf al heel veel, maar ik vind het gewoon leuk om dingen te doen met mijn moeder hetzelfde. Doen. Hij zit ook nog niet goed, hè? Maar hij zit ook niet... Wil je deze even vasthouden? Dan ga ik even kijken. Ik doe hem nu heel even af. Auw. Dat is... fel. Ik hoor dat... Oh, echt? Toen mijn ogen open gingen. Niet toe, want toen moet ik lachen en dan lukt het niet. Oh, ook goed. Hier, doe nog even een beetje erop. Je hebt echt de pech dat je een moeder hebt die dat niet kan. Hij zit. Aan de zijkant ook. Kijk, ik vind hem namelijk hier. Dat is heel eng, ik doe je oog open. Is dit beter dan? Kijk, volgens mij doet hij het nu. Volgens mij heb je hem goed erop gezet, Kimberly. Niet naar mij kijken. Perfect. Oh my god, wat een verschil. Je hebt al zulke mooie wimpers en dan nu ineens met dit. Ik heb hartstikke goed mijn best gedaan. Als het er niet uitziet, sorry, is ook mijn eerste keer. Nou, ik vind het knap hoor, dat ik het in mijn eentje zo kan. Ja, niet alleen in je eentje, je doet het mij ook nog. Is er nog mascara? Nou, deze wimpers zijn sowieso kleiner.
Wil je dat appeltje? Ik denk dat je deze ging gewoon in één keer goed. Je hebt het te pakken. Waarom was het bij jou zo makkelijk? Bij een ander iets opdoen is altijd makkelijker als dan bij jezelf opdoen. Ik vind hem mooi. Volgens mij zit hij er nu goed op, of niet? Ja, hij is klaar. Dat is wel echt mooi, hè? Ja. Nou, dit was dan de video. Met geen dikke duim omhoog te doen. En te abonneren. En het belletje aan te klikken, zodat jullie niks meer missen van de verschijntjes. En de volgende vlog wordt geplaatst op woensdag. Dus hou het in de gaten. Doei!